Welkom bij TV Maastricht. Zometeen in vitrine aandacht voor de ruilbeursvereniging in Nazareth, de foto- en verhalententoonstelling in Witte Vrouwenveld en uit het archief Darts in het MEC met de toen nog piepjonge wereldkampioen Michael van Gerwen. Daarna ziet u nog het laatste tunnelnieuws in A2 Actueel. Maar nu eerst het nieuws met Olga Hupkens. Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van woensdag 15 januari. Volgende week beslist de gemeenteraad definitief over hoe het verder moet met Minkeleers. In een commissievergadering geeft een meerderheid aan dat de vlam minimaal 1 keer per uur automatisch moet gaan branden en verder na muntinworp. De partijen trekken ook het boetekleed aan omdat ze niet eerder aan de bel trokken, waardoor de ombouw en de daarbij behorende kosten al gemaakt zijn. Wethouder Kostongs wil dat er 3 nieuwe bestuursleden voor de muziekgieterij vanuit de gemeente worden aangewezen. Dat zegt hij in een commissievergadering. Onlangs stapte het voltallige bestuur van de muziekgieterij op uit onvrede met algemeen directeur Wim Smeets. Kostongs heeft de raad pas laat over het conflict geïnformeerd, omdat hij in de tussentijd nog een mediator heeft aangesteld in de hoop dat die de situatie nog kon sussen. Een bijzonder cadeau voor bewoners van zorgcentrum Scharweierveld. Vanmiddag overhandigde zorginstelling Sevagram namelijk een zingend zebrapad. Het innovatieve middel is bekostigd met de opbrengst die Sevagram ophaalde tijdens Zwert Verleid. Nou ja, als je over het zebrapad heen loopt, dan gaat er muziek spelen, dus dat verrast je. Die muziek die roept misschien herinneringen op van vroeger. Misschien heb je zin om een dansje te maken. Misschien loop je op en neer om te zeggen, hey, ik ben verrast, ik wil het nog een keer horen. Nou ja, en dat draagt bij aan allerlei manieren om mensen in beweging te krijgen. En alle kleine beetjes helpen en maken 1 grote. Dus dat is onze insteek. De stichting Elisabeth Stroeven trekt 100.000 euro uit om de armoede in Maastricht te bestrijden. Iedereen kan ideeën aandragen om mensen te helpen die moeilijk kunnen rondkomen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Deze ideeën worden stadsgoud genoemd. Het gereserveerde bedrag wordt verdeeld onder de 8 winnende plannen. Die idee is dus goud waard. Jongens, succes hè! Indienen van ideeën kan tot 17 februari. Op 16 maart worden de beste plannen gepresenteerd. Maastricht staat op de 8e plaats in de ranglijst van beste Europese stedentrips. Het is voor het eerst dat een Nederlandse stad in de top 10 van deze rangschikking staat. De lijst is samengesteld door bezoekers van de website Zover, bekend van vakantiebeoordelingen. Maastricht wordt vooral geroemd om de sfeer. Het Poolse Krakau staat op de 1e plaats, gevolgd door Sevilla en Venetië. Wethouder Nus en de directie van A2 Maastricht kregen gisteren het eerste exemplaar van de Maastrichtprent 2013. Het kunstwerk is een initiatief van de stichting Grafische Ateliers Maastricht. Aan het eind van ieder jaar krijgt een kunstenaar de opdracht om een zeefdruk te maken met een Maastrichts onderwerp. Het thema van de nieuwste prent is Maastricht van binnen naar buiten. Normaal zou zo'n prent meer de items van Maastricht laten zien. En ik laat Maastricht echt zien in zijn omgeving. Dus ik zit hier ergens vanuit Beek met het Ziekendaal, met de muntjes. En daar zit Aken zelfs nog met de dom. De Fransman die het beeld loopt. Dus, en helemaal daarachter is het centrum van Maastricht. Dus Maastricht echt van buiten naar binnen bekeken? Ja, ik wil Maastricht echt in zijn omgeving laten zien. Maastricht is een stad die belangrijk is voor de Maastrichtenaren zelf, voor de mensen die er wonen, maar ook voor de mensen die er naartoe gaan. En Maastricht heeft ook belang bij al die mensen die de stad binnenkomen. De aanleg van de A2-tunnel sluit volgens de initiatiefnemers van de prent ook prima aan op het thema van buiten naar binnen. De kunstenares heeft in haar prent ook nog een klein uitnodigend detail verwerkt. Kijk eens, helemaal in het midden staat dit tafeltje met zijn dit kleine terrastafeltje. En daarmee wil ik aangeven dat voor Maastricht dat er altijd nog plek is voor iemand in Maastricht. Er is altijd een plekje voor je in Maastricht. De Maastrichtprent is te koop bij de Stichting Grafische Ateliers Maastricht en is met een oplage van 200 stuks een echt collectors item. Nadat kandidaat stadsprinsen al digitaal ingediend konden worden, kan men zich nu ook via internet inschrijven voor de carnavalsoptochten. Zondag 2 maart is de grote optocht en op maandag 3 maart is, terug van weg geweest, de familieoptocht. Deze laatste is weer met wagens, groepen en de oude route.
Ook geven de Tempeliers weer inschrijvings- en informatieavonden over de corteges in de grote sociëteit. Deze zijn op 28 januari en 4 en 11 februari vanaf 7 uur. Een sportschool alleen voor vrouwen. In Amerika en Duitsland is het een regelrechte hype. Maar Maastricht heeft ook zo'n sportschool voor meiden en dames. Al jaren. Kijkt u mee naar een reportage. Waar je op een normale sportschool staat te zweten tussen de mannen en soms ook wel echte krachtpatsers, kun je hier sporten zonder mannen. Bij sportschool A Woman, waar mannen niet welkom zijn. Goedemorgen. Nou, ik ga even de proef op de som nemen. Kijken hoe het is om te sporten met alleen maar vrouwen. Push me till I can get my satisfaction. Mevrouw, waarom kiest u voor sporten tussen alleen maar vrouwen? Ja, dat is zo eenmaal gebeurd, in feite. We zijn ermee begonnen en ik vind het leuk zo. Als hier mannen zouden zijn, dat is heel anders. We hebben het over specifieke vrouwen dingen. Zoals? Kinderen, dikke buiken, taille en heel veel over het gewicht. En mannen zouden dan afhaken, denk ik. In Amerika en Duitsland zijn sportscholen voor vrouwen echt een hype. Maar in Maastricht bestaat deze sportschool al ruim 6,5 jaar. Heeft u de trend gezet? Hier wel een beetje, ja. Maar wel naar Amerika gekeken. En ik ben heel veel in Duitsland bezig geweest. En daar zijn er, denk ik, ongeveer 700 al. Het is 30 minuten trainen en eigenlijk geeft de lamp aan wanneer werk je, wanneer wissel je van toestel. Dus het loopt eigenlijk vanzelf rond. En dan, Oké, dus je heeft hier een lamp, die groene lamp? Ja, groen is werken, rood is wisselen. Groen is werken, rood is wisselen. Nou, ja, dat ga ik proberen. Dat ga ik proberen. Ja, succes. Rood, hop en door naar de volgende. Wacht tot het groen wordt. Ja, daar gaan we. Het ziet er misschien niet even spectaculair uit, maar ik kan u vertellen, het is wel effectief. Voel het goed in de spiertjes. Wat is het succes van een sportschool voor alleen maar vrouwen? Hele bewuste keuze van de dames en bij mij is het eigenlijk voortgekomen uit het feit dat ik al heel lang in de fitnessbranche zit. Me altijd afgevraagd wie krijgen binnen, waarom, maar ook eens afgevraagd wie krijgen niet binnen. En daar blijkt gewoon een categorie vrouwen te zijn, die stapt gewoon geen sportschool binnen. Hoe komt dat? Wat ik het meest gehoord heb is bekeken worden en ik moet heel eerlijk zijn, mannen kijken, dat is waar. Ik vind het heel gezellig met vrouwen onderling sporten. Er is geen concurrentie. Het gaat heel gemoedelijk. Er zijn alle leeftijden. Iedereen doet het op zijn manier. En we laten allemaal elkaar in hun waarde. Het gaat niet om de mooie pakjes. Het gaat niet om de uitstraling. Het gaat gewoon om je eigen conditie, je eigen beweging. En doen wat je zelf kunt. De meeste dames, we hebben toch een leeftijdscategorie eigenlijk van middelbaar. En we zijn allemaal geen Barbie-poppen meer. Dus de ene die is wat flinker als de andere. En die voelen zich dan toch meer op hun gemak als ze alleen met vrouwen kunnen sporten. Maar denkt u dat mannen vrouwen ook heel erg op hun uiterlijk beoordelen in de sportschool? Zou kunnen, ik weet het niet. Ik heb nooit met mannen gesport. Ik heb wel volley gedaan en gezwommen en zoiets. Maar het zijn toch allemaal andere sporten. Dus ik weet het niet, misschien wel. Zou u dat vervelend vinden als het zo zou zijn? Ik ben op mijn leeftijd dat me dat niet meer zo interesseert. Dus, zoek het maar uit, die mannen. Ja, zoek het maar uit, ja. Ik doe mijn ding en zij doen hun ding, prima. De apparaten zijn ook speciaal voor vrouwen. Zoals je ziet, het zijn hele simpele apparaten. Niks met gewichten of instellingen. Het is zitten en aan de gang.
Maar u bent zelf een man. Is het dan niet vreemd dat u een sportschool alleen voor vrouwen heeft opgericht? Ja, het gaat puur om het zakelijke en vanuit de marketing eigenlijk. En ik ben hier ook inderdaad nauwelijks aanwezig. Dus, het is een vrouw die hier de fitness instructie. Het zijn vrouwen die de instructie doen en ik werk een beetje op de achtergrond. Nou, van sporten met alleen maar vrouwen, daar word je ook moe van. En tot zover het nieuws en de achtergrondreportage van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Vitrine. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.